Bij Pronto Wonen vind je de leukste stijlen en trends. Dus kom snel langs voor inspiratie. Pronto Wonen. Precies zoals jij het wil. Er zit alweer een weekje op en het was best wel interessant weer, want het is toch wel wat wisselvallig, het is wat onstabieler de laatste tijd en daardoor hebben we zo nou en dan ook wel wat beurtjes. En ja, wat volgende beurtjes, dat is altijd spannend. En dat zomer is, dat hebben we vandaag ook wel gemerkt, want de zon die was er vanmorgen al bij Tietz bij en de temperatuur liep ook flink op. Een graad of 28 werd het in de Achterhoek bij een wind die toch wel matig was uit de meest oostelijke richtingen. Het was wel zo dat in de middag ook wel wat bewolking naar ons toe kwam. En dat had te maken met de storing die vooral in het zuiden, zuidwesten van het land ook wat buien bracht met onweer erbij. Maar ik acht ook niet heel uitgesloten dat er ook vanavond in de Achterhoek nog een enkele bui kan vallen. En daar zal ook een klap onweer bij kunnen zitten. Maar het is wel plaatselijk en het bleef ook bij een enkele bui. Komende nacht, dan is het wat dreurig, 14 graden is het dan. En dan kuilt het in ieder geval ook niet zo heel veel af. De foto van Jan Besseling. Hele mooie deurkiek met klaprozen op de voorgrond. En achter ook wel een beetje een wat meer bewolkte lucht. Dat is ook een beetje het weerbeeld dat we de komende tijd kunt verwachten. Want er komen soms donkere wolken over door de buien die naar ons toe komen. Wil je ook een foto opsturen? Dan kan een foto at gerritsweerpraat.nl. Ja, vandaag sta ik aan de IJssel. Bij Ulf, oer eigenlijk op de achtergrond. En ja, het is een beetje winderig, het is een beetje boksafzakkerig weer. En daarom heb ik ook mooie bretels gekregen. Echte Achterhoekse bretels. Die ik de boks een beetje ophollen. En dat is ook mooi metgenomen, want de wind die geeft soms ook nog wel een beetje waaien. En waar hij daaraan naartoe de boel aan de kont klappert. Want ik sta hier vandaag aan de IJssel, dat is ook een mooi plekje. En je ziet ook wel alles wat er groeit en bloeit. Er is altijd nog net genoeg regen gevallen. Ook in ieder geval hier in deze omgeving voor de natuur om het nog te de mooie plaatjes te brengen. En het bleef ook doorbloeien, want de komende dagen is het nog best wel aardig gruwzaam weer. Want morgen, dan beginnen we toch wel met redelijk wat zon. Er is een hoge luchtvochtigheid. Het is drukkend warm, want de temperaturen komen ook nog uit op een graad of 28. En er is ook weinig wind. Maar in de loop van de middag wat meer bewolking en dan ontstaan er ook wat buien in de Achterhoek, maar ook wat meer noordelijk. De meeste buien liggen ook zo rond Winterswijk en de minste in de Liemers. Maar toch, overal kan wel een bui vallen en de intensiteit die is ook wel verschillend. Maar als er eenmaal een bui boven een bepaalde plek hangt, er is weinig wind bij, dus de buien die trekken ook maar heel langzaam en plaatselijk kan dan ook wel behoorlijk wat neerslag vallen. Maar er zit ook wel onweer bij, dus van alles wat. En dan in de nacht naar de zondag toe, dan werd het een graad of 16, niet koud, een beetje bruurig bleef het nog wel. En zondag overdag dan werd het geleidelijk aan wat minder warm, want de wind is dan helemaal westelijk. En dan werd het altijd nog 25 graden, ook nog aangename temperaturen. Maar ook op zondag kan er nog een enkele bui vallen en mogelijk ook nog een klap onweer erbij. En na het weekend bleef het gewoon doorzommeren, 25 graden over het algemeen. Maar de lucht bleef onstabiel, dus elke dag is er wel kans op een regen- of onweersbui. Goed gaan.